350. Koopt u nou wat? Krijgt u niet één bosje, maar twee bosjes. Dus let u wel op. Koopt u wat? Als u op 350 exact terug, krijgt u twee bosjes. Daar gaat hij. 4 gulden voor koper 8. Komt u weer? Heb u het wel eens gezien, zo'n klokveiling? Heeft u het wel eens gezien, een klokveiling? Nee, eigenlijk nog niet. Ik vind het wel interessant. Het gaat natuurlijk razendsnel, maar het is best leuk. En op die 1360, ik wil een voorbeeldje geven. Als u denkt, ik wil het hebben, op het moment, als u langs de 40 gaat, moet u drukken, dan heeft u kans op die 360. Dus let u wel op, daar komt u. 350, bijna 39. Komt u weer? Let u op de 360, want daar gaat het voor. Kijkt u maar, dat is zo simpel als ik weet niet wat. Nu vrouw moet recht langs. Zo, nou door. Kijk, niemand? Krekvorkjes. Een heerlijk ruikend narcissie, niet drukken koper 5. Er was eerder een klokveiling gezien. Ja, alsmeer. 3 gulden voor koper 89. Dat gaat enorm snel. Het is niet bij de benen met al die klokken die daar draaien. Daar komt hij weer. 3 gulden 20, nummer 5. Daar gaat hij. Kijk, nu kan hij drukken. Nu waar zou je? Laat even voor 320. Zo simpel gaat het, zo makkelijk. Snapt u het? Jawel. Ja? Jawel. Heb je het al eerder gezien? Nee, dit is de eerste keer, maar ik snap het wel. Jawel. Zou u mee willen drukken? Nou, ja, zeker wel. Ja, zou u dan een bloemetje willen drukken? Alles beperkt. Ja. 3 gulden 40. En op die prijs van 3 gulden 40 exact, dan krijgt u weer een dubbel pakketje. Dus 3 gulden 40 exact, let u op. U zit zo geïnteresseerd te kijken, snapt u het? Dat is de prijs van 340. Heeft u al eerder een klokveiling gezien? Ja, groenteveiling. Een groenteveiling. Koper 43. Hoe werkt dat nou? Er zitten toch experts in de zaal. Dat let u wel op. Nou, op tijd natuurlijk af. Zo laat mogelijk eigenlijk op de knop drukken. Hoe goedkoper als je wordt. Dat is 430. U ziet het alweer. Het gaat zo makkelijk en zo simpel. 430, nummer 8. Let u op, daar komt u. U moet drukken. Ook u heeft de kans. Ja, maar dus let u op, 4 gulden. U heeft geen interesse in de bloemen. Heb ik nog meer? Nee. Ik moet er allemaal meer naar als jou. Komt en waar komt u vandaan? Kampen. Kijk er eens, 4 gulden 30 was daar. 4 gulden 20, koper 5. Denkt u om uw nummer, want u drukt nog wel een keer wat in daar, achterin. Niemand meer voor die arrivering. Laten we zeggen 3 gulden 20. Bij 3 gulden 20 krijgt u een dubbel bosje. Dus let u wel op. Op die 320 krijgt u een dubbelbos krekvorting. Dat was het afmijnen in de afmijnzaal. We gaan nu nog eventjes terug naar die afmijnzaal. Want ik hoorde dat zojuist het 7500ste bosje bloemen is geveild. Waar zijn de meisjes? En het laatste hier, Sintje, daar komt hij weer. 1 van de 80. Voor 122. Jan, pak eens een mooi orchideeënstuk. Zo'n mooie orchideeënstuk. Dames en heren, moet u opletten. Dat orchideeënstuk, dat is één. Daar hebben we er maar een paar van. Daar wil ik voor hebben ongeveer een tientje. En dat tientje had in precies helemaal bovenaan. Maar in dit geval zit er een speciale attractie aan. Die zal ik u niet vertellen, maar beste moeite waard. Diegene die dit stuk koopt, daar heb ik een extra verrassing voor. En let u nu op. Daar komt ie. 10 gulden 10 voor koper 100. Wil koper 100 even naar voren komen? Ik heb alleen een bijzondere grote verrassing voor u. De voorzitter van de West-Friese Voorraad komt er al aan. U bent in onze bloemenzaal diegene die de 7500ste bos bloemen deze dagen koopt. En wij vinden dat zo bijzonder dat ik om een applaus mag vragen voor deze mensen. Zeg, en dan. Kijk, dit is de prijs. Dat was het. En dit is als extra. Kijk, mooie grote plan. Dat is Had je dat verwacht dat hij door het was de eerste keer dat ik drukte en het ging nog per ongeluk eigenlijk ook. Ja, u drukte al op dat stuk. Ja, ja, want iedere keer als we drukten, dan was het eigenlijk al geweest zo. Het zei maar, nou drukte nog maar een keer. En toen was het een keer, maar ik had niet verwacht dat ik weer gedrukt had.